Hoi, maar leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video en ik sta hier vandaag met Hero. En vandaag ga ik iets heel erg leuks doen met Hero. Ik ga namelijk naar het bos toe en dit is mijn eerste buitenrit van 2019 volgens mij, als ik het goed zeg. Dus ja, dat is echt heel erg leuk. Ik heb er mega veel zin in. Het is gelukkig heel erg lekker weer. En ik ga natuurlijk niet alleen. Ik ga samen met Fabienne en Giglo. Die zal ik zo meteen ook even filmen. Giglo is een nieuw paard. Sorry voor de naam. Een beetje een aparte naam voor een paard. Maar ja, die gaan dus ook mee. Die zal ik zo even filmen. En ik heb Hero hier nu opgezadeld. Kijk. En mijn vader is net aangekomen met de trailer. En die, ja, die gaat met de auto, die gaat de trailer er nu even aankoppelen. En dan gaan we zo meteen naar het bos. Ik ga naar Lunteren, want daar ken ik de weg gewoon goed. En ja, als het goed gaat, gaan we ook de berg doen. Dus dat is wel echt super vet. We doen GoPro's op, dus alles wordt gefilmd. Dus ja, ik hoop dat jullie... Hi, Chittel! Kom eens! Chittel! Nee. Dus ja, ik hoop dat het heel erg leuk wordt, maar dat komt vast wel goed. En ik hoop dat Hero een beetje relaxed is. Gisteren heb ik hier met Hero gesprongen. Daar zal ik wel even een klein filmpje van laten zien. Toen hebben we uiteindelijk over een hindernis van 1,20 heen geweest. Dus dat was echt... Hij was zo braaf, heel relaxed. En gewoon op een dubbelgebroken bitje loopt hij daar. Dus ja, de tips van Bianca Schoenmakers die ik toen op de Co-Social Party heb gehad, die werken echt mega goed. Dus daar ben ik heel blij mee. Komt Hero een beetje zin in heeft, denk het wel. Want ik haalde hem net uit het paddock en toen kan hij al naar me toe. Dus gaat vast goed komen. Yeah. Zo, nou, we zijn nu in het bos. En Fabienne is even de laars aan het aantrekken. En ja, hier staan de paardjes. Jullie kunnen nu niet goed echt zien, zo meteen maar. Maar hier vooraan staat, even kijken. Dit is Gigolo. Lekker overbelicht. En dat is een nieuwe bij ons op stal. Dus ja, we zijn met Gigolo en Hero nu naar het bos. En Gentle is er ook even. We gaan dus nu zo rijden. En we gaan, ja, we gaan de berg doen als het goed gaat, zeg maar. Die hebben jullie wel eerder in video's gezien, de berg. En het maispad gaan we denk ik doen. En misschien gaan we nog een klein stukje zwemmen. Nou ja, niet echt zwemmen, maar in de plas zeg maar een beetje er doorheen rijden. Maar hangt er even vanaf hoe het gaat met de paarden. Want ja, Gigolo is nog niet zo heel lang bij ons. En die weten nog niet hoe die erop gaat reageren. En Hero die kan soms best wel fel zijn natuurlijk. Dus ja, we gaan gewoon lekker rustig beginnen. En we kijken wel hoe het gaat. We gaan vooral lekker genieten. Het is heerlijk weer zoals ik al zei. Dus ja, we hebben trouwens ook de GoPro op. Dus dat wordt ook allemaal gefilmd, heb ik volgens mij al gezegd. Dat weet ik niet zeker. Maar ja, we gaan de paarden even uit de trailer halen. Net als mijn vader. Nee, oké. Okay. Fabienne, ben je er klaar voor? Ja. Helemaal mooi. Lekker kort antwoord. Oké, okay, ik heb er ook veel zin in. GoPro's zijn op. We hebben er allebei één op. Voor het geval er eentje toch niet doet of zo. Ik heb ze, als het goed is, helemaal opgeladen allemaal. Best zwaar eigenlijk, een GoPro. Ik heb het al vaker gehad, maar ik vind het nu toch echt wel zwaar. Weet je niet? Ja. Lekker kort. Kort en krachtig. Dus ja, Hero is heel relaxed. Dus we gaan zo meteen gewoon lekker beginnen met rijden. Ik heb er echt zin in. Zo, nou, we zitten op de paarden. Ze zijn vrij relaxed. Ja, zo toch? Rustig zo. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het in het bos verder gaan doen. Ik denk dat ze het vast in hun leven wel eens eerder gedaan hebben, gok ik. Dus ja, we gaan nu gewoon lekker. Let's go. Ik heb er zin in.
Nou, we zijn al eventjes onderweg. We hebben net ons eerste galopje gedaan. En ja, naar rechts. En kijk, Fabienne rijdt voorop. Want die van haar, dat is wel een beetje een vooroploper. Die wil heel graag voorop, anders wordt hij een beetje druk. En jongens, ik ken Hero gewoon niet terug. Kijk, hij stapt hier en ik zit echt vet ongemakkelijk met mijn tas. Die heb ik op mijn rug. Dat zit trouwens niet super lekker, maar ja, het is even niet anders. Normaal heb ik zo'n buiktasje, maar mijn vorige camera paste daar wel in en deze niet. Maar Hero is echt heel, heel, heel relaxed. Ik stap altijd aan een lang teugeltje. Ik kon net aan een lang teugeltje gewoon galopperen. Als die ho moet, dan staat hij gelijk stil. En als ik... Fabienne zei, ho, doe rustig, ik kan je niet bijhouden. Dus ik doe zo iets Hero terug en hij stond gelijk stil. En toen klapte ze dus vol bij me op de achterkant. En toen ging ze er voorbij. Ja. Maar ze doen het echt heel goed. Maar Hero die is echt heel erg onder de indruk. Die vindt het allemaal echt super leuk. Dus ik ben blij dat hij zo relaxed is. Dit is wel echt... echt heel leuk. En ze zijn zo blij. Dat vind ik ook zo leuk voor ze, dat ze zo blij zijn. Want ja, ik wilde dus eerst met Mojito gaan. Maar Mojito die is eigenlijk weer helemaal goed uit die blessure. Alleen, ik had wel zoiets... Oh, wacht even, mijn teugel valt. Ja, van... met Hero weet ik niet hoe vaak hij nog kan. Omdat hij natuurlijk wel voor de verkoop is. Oh, wacht heel even. Ik moet heel even stoppen. Zo, er kwamen heel veel fietsers. Daarom moest ik stoppen. Maar ik heb Mojito dus niet meegenomen. Omdat ik niet wist hoe vaak ik nog met Hero dit zou kunnen doen. Dus ja, ik ben blij dat ik Hero nu mee heb. Mo heb ik vanochtend zelf thuis getraind. Die mag de volgende keer weer mee. Want die kan ik zo vaak naar het bos toe. Gewoon wanneer ik wil, te pas en te onpas. Dus die heeft niks tekort in ieder geval. Maar ik vind het al heel gaaf dat ik nu met Hero ben. En het is ook achteraf wel goed geweest. Want als we Hero en Gigolo mee hadden genomen. Die zijn allebei, willen allebei voorop. Zijn best wel dominant en snel dribbelige standjes. Want ik herken Mojito dus echt heel erg terug in Gigolo. Omdat hij ook zo dribbelt de hele tijd. Maar ja, we gaan weer gewoon een stukje verder rijden nu. Nou, kijk jongens waar we staan. Wat een uitzicht. We zijn net daar omhoog komen galopperen, want ik ken, dit pad ken ik gewoon. Dus hier zijn we vaker gegalopeerd. Echt zo super, super gaaf en mooi. Ik vind het zo leuk op buiten hier, maar het is echt zo mooi hier. Kijk dan, wauw. Dus we gaan nu weer verder en Fabienne, het gaat echt vet goed, hè? Oh, heel goed. Nu ik voorop zit, dan gaat het echt wel. Achterop, dan wordt hij droog. Nou, mooi. Ah, daar zijn ook andere paardjes, maar... Ja, we gaan denk ik weer verder. We hebben eigenlijk nu, dit is eigenlijk, we hebben net al 2 keer galopeerd. Dit is de 3e keer, maar we doen iedere keer echt maar kleine stukjes. Dus we doen ze echt niet over de zijk. Hero zweet nog niet. Ze stappen veel te veel. Ja, omdat we veel te veel kletsen. Ook mijn Hero die is nog niet eens nat. Terwijl in de dressuurtraining is die vaak al na 20 minuten is die al nat, zeg maar. Ja. Dus gaat echt super lekker. Hero is zo braaf. Kijk hem staan dan, hoe relaxed. Dat hoef ik met Mo echt niet te doen zo. Maar ja, wij gaan weer een stukje verder. We hebben net even het Snapchat moment hier opgenomen. Snapchat! Maar ja, we gaan nu lekker verder rijden. Oké, mensen, let eventjes niet op mijn haar. Maar ik heb mijn cap even afgedaan. Ik heb een beetje caphaar. En wij staan hier nu bij de picknicktafel. En we hebben even een korte pauze, want ik heb eten en drinken mee. Ja! En we hebben... Pas, we waren zo blij. We gingen net keihard galopperen. Ze waren echt gelukkig voor het leven. Ja, we gingen net... Oortjes naar voren. Ja. Op ons kop. We gingen net het maispad doen. Zeg maar, zo noemen wij dat hier. En daar vroeger stond daar... Hero, thanks. Vroeger stond daar heel veel mais. Nu niet meer. Maar het heet nog steeds het maispad. En daar hebben we een heel eind gegalopeerd. En we gaan zo meteen ook een stukje verder nog galopperen. Want dat pad is heel lang. En dan gaan we daarna richting de waterplas rijden. De GoPro van Fabienne heeft het begeven. Die is leeg. Maar die van mij, die doet het nog. Dus dat is mooi. Die neemt het ook allemaal netjes op. Dus dat gaat goed. Oh, Hero is zo relaxed. Hij is zo braaf. Ik moet gewoon eerder hem vooruit drijven dan inhouden. Dat is echt zo lekker rijden. Hij is zo ontzettend braaf. Ik ben echt trots op hem. Hij doet zo goed. Eventing paard. Ja, hij zou echt vet geschikt zijn voor de eventing. Ik denk, want hij galopeert ook zo lang naar voren, zeg maar. Dus ja, is leuk. Niet kapot maken. Dus ik heb zijn riempjes los, dat hij even ook wat lekkers kan. Ja, je bent braaf, hè? Hij kan ook gewoon niet stil.
dat er water in staat. Maar het zal een beetje heftig geregend vandaag. Ik heb nu in 20 jaar echt naar dit te vinden. Ik heb gewoon mijn nasgraatje aangezet. Kijk. Voilà. Ja, dat is het. Kijk uit! Die van mij die gaat er ook zo achteraan. Nou, we zijn net klaar met de buiten en we hebben de berg als laatste gedaan. Oh, heerlijk! Ja, hij ging niet helemaal als gepland. Kijk, Mo weet gewoon waar hij heen moet, dat hij gewoon daar omhoog moet. Maar Hero die zat echt zo te kijken waar. Zaten moet allemaal heen? Echt te twijfelen en op het einde schoot die opeens naar rechts. Ja, en deze, oh, oh nee, naar rechts! Want ik had mijn teugels zo los en ik was ook nog even aan het vliegen, zeg maar, een stukje. Best wel stom. Maar ja, en toen vloog hij opzij en toen dacht hij van Fabienne, oh shit, we moeten daar. En dan die schrok van de hond die er stond. Ja, dus die ging nog weer achteruit. Dus ja. Heel gebeuren. Maar ja, was buiten was wel echt super. Oh, heerlijk. Toch? Ja. Paarden volgende week weer. Paarden wilden niet echt in de waterplas. Dus misschien heb ik ook er al wel echt gezien. Ze vonden het ook niet zo heel leuk. Het was ook wel heel groen en vies. Dus we zijn er ook niet echt in geweest. Maar en er zaten mensen, dus het was ook niet echt dat ze in konden. Nee. Maar het was goed zo. Ze hebben echt super braaf. Ik ben echt heel erg verbaasd over hoe Hero het gedaan heeft. Nou, bij deze ook. Ik had het echt erg verwacht. Hero was zo relaxed. Echt niet normaal. Echt super trots. Zo, nou, we hebben de paardjes lekker afgezadeld. We staan hier nu nog even met de... En Ik kan die stilstaan. Nou, het was echt super gaaf erbuiten. Ik hoop dat jullie deze video ook leuk vonden om te zien. Ik en wij ben hier gewoon heel erg leuk. Heel erg, dat is echt lekker. Ja, we willen nu eigenlijk volgende week alweer, hè. Dus we moeten even kijken als het kan. Volgende week ga ik natuurlijk ook met Mootje weer op bed zijn. Dus we moeten even kijken of het kan, maar kan vast wel. Ik hoop niet of jullie deze video leuk vond. Doe je duimpje omhoog. En wil je nog mijn vorige video zien? Check dan even deze video. Wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!